Maar oké, ik heb meer te doen, want ik heb ook nog verlichting erbij gekocht. Waarin die krans die buiten hangt. En dan hang ik deze, dat bakje aan de binnenkant van de deur. Plak ik vast met plakband even. En dan ga ik dit aan de buitenkant erin. Rond, tussen die deuren in. En we zien wel, dat ga ik straks ook doen. Dus ik ga eerst een meisje laten en dan een bak koffie en dan ga ik daarmee bezig. Doe en die is blij, niet. Want die heeft even wat van me gekregen. Ja. Ik heb ook met dus hondenvoer gekregen voor mijn hondjes. Ja, echt waar. Want ik ben ook zo arm als Joppie. Ja. Zijn we met elkaar arm, hè? Ja. Maar ik heb nog wat. Ja. Oh ja, dat zie je nog. Je bakkie. Een bakkie, deze schotering daarin. Oh. En we hebben lekker een bak koffie gedronken. Hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. En het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Dinsdag. En het is de 13e van de 12e 2022. En we leven om 13:26. Ik heb alweer heel wat gedaan op de bovenverdieping. Ja, ik heb een heleboel honden wasgoed. Ja, dieren was goed. Ja, het zijn dieren. Hek opgevouwen, want dat was schoon, maar dat lag gewoon allemaal op een bult, op een stoel. En dat heb ik nou opgevouwen en opgeruimd. Ik heb de wasmachine gevuld en aangedaan. De droger heb ik aangedaan. Ik ben op zolder bezig geweest aan het zoeken voor die kleine meid die nou weer... bij de kachel staat, oftewel Rijka. Ja, want die heeft het koud wanneer ik met haar naar buiten ga. En vooral wanneer het onder nul is. En vanochtend was het maar liefst -4 en de gevoelstemperaturen -8. En ja, daar ken ik dat hoop je niet aan doen, hè? Nee. Dus ik heb gewoon een babyjasje opgespoord, die een beetje dikker is dan wat ze van de week eerst aan had. En dan kan ze die in ieder geval sowieso 's nachts aan krijgen. En de dunnere voor overdag. En dat dekje wat ik ook voor haar heb, dat bedekt haar buikje niet en de borst niet. Dat bedekt enkel haar ruggetje en de zijflanken. Maar... daar heeft ze haren, maar van het buikje niet en op de borst ook heel weinig. Dus ja, daar vat ze natuurlijk veel meer kou op dan de rest. En ik wil niet hebben dat ze ziek gaat worden of dat ze onderkoeld raakt of weet ik veel wat. Karin die zei, ja, maar vroeger hadden we dat ook allemaal niet. Nee, maar toen werd het misschien wel op een andere manier warm gehouden. Een handdoek om ze heen binden of weet ik veel wat. Want zo heb ik ze wel zien lopen vroeger. Ik denk, nou ja, wat een achterlijk gezicht. Maar nee, het is slim. Ja, om ze warm te houden toch. Dus ja. En ook heb ik gehoord dat je bij Intratuin ook leuke kleertjes voor ze kan kopen. Echt voor die koude dagen. Voor de rest niet. Ik wil niet in huis dat ze kleertjes aan hebben. Nee, enkel voor naar buiten toe. Huppeta. Voor de rest, het is een hond. Het blijft een hond. Ja, toch? Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ga ik ook verder doen. Ik geloof dat ik meende dat ik even visite zou krijgen. Maar dat is José die hier vlakbij woont. Daar loop ik toch straks langs. Maar ze was ook aan de schoonmaken. Ze moest vanmiddag naar de FOMA om boodschappen te doen. En dan zou ze gelijk hier even komen. Nou ja, toppie. Ja toch? Komt helemaal goed. Dus ik hoop dat ze in ieder geval komt en dat ze het niet vergeet. Want ja, we zijn allemaal mensen. Ze heeft het druk met al die dieren en dan ook thuis nog schoonmaken. Ja, want ze moet wel schoonhouden even goed, ondanks dat ze geen behang of wat dan ook op de muur hebt. Nee, het is een dierenhuis. En ze heeft zoveel hondjes en zoveel katten en een vogelletser. Dus ja, alles gaat naar de dieren toe en voor de rest niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, ik wou dat er meer mensen waren die daar, die
goed voor de dieren waren, zoals zij en ik zelf. En er zijn al meerdere, Karin en Roderick zijn ook goed voor de dieren. Maar je hebt zoveel mensen die de dieren gewoon op straat donderen en niet meer naar omkijken. En ja, neem dan geen dier, weet je. Ja. Maar oké, ik heb meer te doen, want ik heb ook nog verlichting erbij gekocht. Waarin die krans die buiten hangt. En dan hang ik deze, dat bakje, aan de binnenkant van de deur. Plak ik vast met plakband even. En dan ga ik dit aan de buitenkant erin. Gewoon tussen die deuren in. En dan, ja. We zien wel, dat ga ik straks ook doen. Dus ik ga eerst een meisje laten en dan een bak koffie. En dan ga ik daarmee bezig. En ik moet de keuken in. Ik heb nog een hoop te doen. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon weer met ons mee. Ja, lieve vrienden. En kijk, daar is onze José. Ja, ja. Joehee. En die is blij, want die heeft even wat van me gekregen. Ja. Ja. Ik heb papietjes honden voor gekregen. Om mijn hondjes. Ja, echt waar. Want ik ben ook zo arm als Joppie. Ja. Zijn we met elkaar arm, hè? Ja. Maar ik heb nog wat. Ja. Oh ja, een doosje hier nog. Je bakkie. Een bakje, deze is een stofering daarin. Nou. Oh. En we hebben lekker een bak koffie gedronken. En ik wou je net vragen of je er nog eentje wil. Nee, want ik ga naar huis. Ik ga even mijn beest even verzorgen. Ja. En even die honden uitblazen eerst. En dan... Je hebt zelfs de duster nog aan, zo koud is het. Ja? Ja, ik heb gewoon mijn deur aangelaten. Maar het is hier warm in huis. Ja, hier is het lekker warm, maar ik heb geen kachel ook thuis aan. Hè. Moet je wel doen? Nou, dat doe ik niet. Wat denk je wat dat kost? Je moet ook niet betalen dan, hè? Gewoon je normale rekening, wat je normaal gewend bent om te betalen, dat betaal je. Nou, betaal 200 in de maand. Dat is te veel. Nee hoor. Als ik in januari moet ik verlengen en dan krijg ik geen... Dan krijg ik geen, hoe noem je dat? Vast contract, dan krijg je een variabele contract. Oh. Nou, ik zit lang niet zo hoog hoor. Maar ze zeggen tegen mij dat ik recht heb op het plafond. Ik weet niet eens wat dat, hoe dat allemaal inhoudt. Ik heb er geen verstand van, dus. Nee. Maar in ieder geval, wij zaten lekker gezellig aan de koffie. En dat wordt lekker. Ja. En dan ben je warm geworden. Dan ben ik lekker warm geworden. Voeten zijn lekker warm. Dus ik vind het bizar dat jij in de kou gaat zitten, dat moet je gewoon niet willen. Nee hoor, ik heb thuis een lekker vliesdekentje. Dan ga ik vanavond lekker voetbal kijken. Want jij met je voetbal? Voetbal kijken, ja. En dan morgen is het Marokkaan met nog een andere... We bekijken het maar, ze schoppen elkaar het ziekenhuis maar in. Maar ik ga lekker kerstfilms kijken. Nou, die kun je nog altijd kijken, die kerstfilms. Nou ja, van de week kan ik het sowieso niet kijken, want ik heb hier een waslijstje leggen. Ja. Ja, dat mogen de mensen ook zien. Een waslijstje noem ik dat. 16 december, wanneer is dat? Dat is vrijdag. Vrijdag. Dan ben ik met mijn dochter in Zeewolde. Oh. En ik moet om 16 uur klaarstaan. Oh. De 17e moeten we naar Cape Holland. Dan moeten we om 10:30 wezen. Okay. En zondag 18 december, dan moeten we naar Middenmeer. En dan moeten we om 5:00 middags aanwezig zijn. Jij, je hebt een drukke periode? Ja! Maar gelukkig heb ik dat niet. Nee. Zo drukke toestand. Nou, meisje, ik ga je weer verlaten. Oh, tegenlicht. Dat zie ik je niet. Ja, nu wel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve... Ik ga lekker naar huis en ik ga even mijn rommel... Nou, lieve vrienden, tot later. Tot ziens. Zo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer even. Ja, om jullie natuurlijk wel rustig te wensen. En denk je van, goh, wat is dat vroeg? Ja, het is zeker nog vroeg voor mijn doen althans. Het is namelijk 22:35. Er springt net over op 36. Ik was bezig een vlog in elkaar aan het zetten, maar dat lukt me niet. Het lukt me wel, maar ik ben zo ontiegelijk moe. Waardoor komt, ik weet het niet. Het zit misschien wel in de lucht. Ik hoor meerdere mensen erover klagen. Ik weet het niet. Geen verstand van. Ik ben geen dokter. Maar ik ga ook niet naar een dokter, want ik voel me niet ziek. Niks. Dan denk ik me moe. En nog eens moe.
dat ik denk, ik ga lekker naar bed en eens proberen een goede nacht rust te draaien. En ja, dan zullen we het beleven hoe en wat. Maar dat komt hopelijk allemaal wel weer goed. Mijn ogen die vallen gewoon toe. Ik kan de kerstfilms niet eens niet afzien. Dat, nee, het staat me helemaal te tollen. Ik ben eigenlijk misselijk van de moeheid. Nou, dat is niet normaal. Nee. Dus ja, mijn meisjes die liggen nog hier. Ik ga een warm kruik maken. Het staat allemaal al klaar. Maar omdat die waterkoker een beste lawaai maakt. Nou ja, denk ik, ik wacht nog even om die aan te zetten. Dat doe ik zo even. En dan gaan we lekker slapen. Dus ik zeg, lieve vrienden, nog fijne voortzetting van jullie avond. Voor later welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht.